Welcome to your office, sir. I'm your new executive assistant. I'm here to make life as easy as possible and to help this business run efficiently. The recreational area / breakout space, going through to the executive suite. Oh my god. We're all set up to grow this company with everything a modern executive could want. There's the boardroom. The gun locker's been installed to your specification. The safe's been fitted. It's so discreet, no one will know it's there unless you want them to. Here are your personal quarters, where you can freshen up, take a quick nap, or change for a meeting. Most important of all, though, is your executive terminal. Here's where you'll access the SecuroServe special cargo network to take this operation to another level. I'll tell you all about it when you first log in. So that's it. Take a look around, get settled in. I'm at the front desk or on the end of the phone whenever you need me. Hai Jos, ik ben echt speechless. Ik weet gewoon niet wat ik moet zeggen. Hallo beste kijkers, mijn naam is Roy en welkom weer gloednieuwe GTA 5 video op mijn kanaal. En dit wordt niet zomaar een GTA 5 video, nee, dit wordt een video waarin ik alles, maar dan ook echt alles ga showcasen van een nieuwe update op GTA 5 die nu net 2 minuten geleden is uitgekomen. Namelijk Finance and Felony, zo heet die update. Ik heb namelijk een account gekregen van een hele toffe kijker en daar staat, laten we zeggen, genoeg geld op om alles te kunnen kopen wat ik nodig heb om alles te kunnen showcasen. Dus ik ga de nieuwe gebouwen showcasen, alle auto's, alle helikopters, alle vliegtuigen, noem maar op. Alles gaat geshowcased worden. Dus waarschijnlijk wordt dit ook een hele lange video, maar ik heb er in ieder geval super veel zin in. Dus, dikke shout-out naar Stan. Hij heet op de Xbox Dutch Gamer NL. Ik zal misschien nog wel eventjes iets van zijn, misschien zijn Twitter of zo, in de beschrijving zetten. Echt een super toffe gozer. En die heeft me aangeboden om op dit account alles te showcasen. En natuurlijk gaan we dat gewoon lekker doen. Laten we gewoon lekker de video induiken. Ik zit hier al in een motorshop. Waar dus bijvoorbeeld al nieuwe auto's staan. Laten we gewoon eerst alle auto's bestellen. Dan knip ik uiteraard even. Dan laat ik alle auto's in de garage zien. En dan gaan we ze allemaal tunen. Of dan ga ik even kijken, de tuning duurt misschien iets te lang, we zien wel. In ieder geval, hier staan alle auto's. Even kijken, dit is de Valentijnsdag dinges update, die hebben we niet nodig. Hier zo, Part of Finance and Felony. Nou, natuurlijk willen jullie allemaal deze auto zien. En die gaan we ook zeker eventjes testen. Dus dat gaat helemaal goed komen. Deze gaan we bestellen, doe maar in het wit. En als je mijn geld ziet, dan heb je echt zoiets van, holy fucking shit, ik weet het, het is idioot. We doen hem gewoon lekker in het wit en dan gaan we hem orderen. Wild Oats Drive, denk ik. Ja joh, Wild Oats Drive, zullen we hem hier doen? Ja, we doen alles in een Wild Oats Drive, alright? Daar gooien we alle auto's in plaats van de dub staan. Ja, prima, replace hem maar. Huppakee, oké, dat is 1. En zo, ik wil even helemaal terug. Huppakee, oké, deze hebben we gekocht. Gaan we nu deze kopen. Part of Finance and Felony, juist. Doen we ook in lekker in het wit, huppakee. En orderen die handel. Die gaat ook naar Wild Oats Drive. Doen we in plaats van de Slam Fam Custom, denk ik. Ja, dat is de tweede die we gaan replacen. Ja, huppakee, gaan we weer even helemaal terug. Dan deze motherfucker van 610.000. Die ziet er al echt heel erg ziek uit, moet ik zeggen. Ziet er een beetje uit als een Porsche. En ik hou van Porsche, ik vind ze fucking nice. Dus, Wild Oats Drive, there you go. In plaats van deze mofo, yes, replace that bitch. En dan moeten we er nog 2. En dit zijn wel echt 2 apparaten, holy shit. Deze kost gewoon 1 miljoen en 750.000, jongens. Holy fucking shit, dat is heel veel geld. Sowieso zou ik op mijn eigen account natuurlijk nooit al die auto's kunnen komen. Al die helikopters of kopen. Ik zou komen, maar ik bedoel kopen natuurlijk. Dat kan natuurlijk nooit met het geld dat ik heb. Nou moet ik even gaan tellen, hoeveelste auto is dit? Ik weet het echt niet. Is dit nou de 4e? Nou, om het risico zeg maar niet te nemen, doen we in plaats van de Primo Custom. Daarvan weet ik zeker dat het hem niet is. De FMJ heet deze, alright. En hoe heette deze dan? Deze heet de Benefactor XLS. Alright. Dan moeten we er nog eentje, jongens. En dat is deze mofo. Huppakee. Order that bitch. Hier zo. In plaats van de Voodoo Custom. Ja, doet u dat maar. Huppakee. Die is ook gekocht. En het lijkt net alsof er helemaal niks van mijn geld af is. Dat komt echt omdat hij hier 4,8 miljard op staat of zo. Het is niet normaal.
Hoe die eraan komt, maakt mij niet zo uit. Ik weet alleen dat hij het heeft en dat hij mij dat account heeft geleend. En dat is natuurlijk super chill. Even kijken, dit is allemaal de Valentijn update. Dat hebben we allemaal niet nodig. Gaan we eventjes hier kijken of er nog nieuwe dingen zijn. Ik wil echt letterlijk alles hebben namelijk. Ja, hier. Finance and Felony update. Hier is er eentje. Part of Heist update. Festive update. Nee, dit is het allemaal niet. Dus dan kopen we alleen deze. Doe ook maar in het wit. We kopen toch al alle auto's in het wit. Dus dan doen we deze ook maar. Wild Oats Drive. Huppakee. In plaats van de Reaper niet. De Minivan Custom. Ja, doe dat maar dan. Dan gaan we hier weer uit. Gaan we even kijken of we hier nog meer kunnen kopen. Of nou, hier in ieder geval niet. Hier hebben we alles al. Maar misschien wel hier zo. Nee, fietsen. Dat boeit me echt helemaal niks. Even kijken. Boten. Kijk, dat is iets wat mij boeit. Holy shit. Holy shit. Oké, wacht even. Wacht even. What the fuck is dit? Part of Finance and Felony. Daar gaan we eventjes op varen, dames en heren. Daarom zeg ik al, het wordt echt een fucking lange video. Want ik wil letterlijk alles getest hebben. Dus nou ja, dan kopen we maar gewoon. Ik bedoel, het is niet dat we te weinig geld hebben of zo ervoor. Buy it now. Ja, doet u dat maar. Het is de eerste keer trouwens dat ik op GTA ooit een boot heb gekocht. Dus ik weet helemaal niet of je die moet bellen of zo, of dat werkt. Komen we waarschijnlijk wel achter. In ieder geval, die boot is ook gekocht. Dan, ja, die jacht en zo. Dat is allemaal van een tijdje geleden. Dan de Warstock. Let me see. There we go. Finance at Felony. Je kan nu een cargo bob kopen. Eindelijk. Dat kon gewoon nooit. Part of Executive and Oral Criminals. Part of Finance at Felony. Ja, dit is ook gewoon een cargo bob. Ik weet nou niet echt wat het verschil is tussen deze twee. Er kunnen gewoon 10 personen in. Holy shit, wat is dit, hé? Een brick crate. Kate. Brick crate. Nou, let's do it, yo. Nou, ik heb hem gekocht. Jongens, dit is allemaal echt... Ik koop dingen alsof het gewoon niks is. Alsof het me gewoon helemaal niks kost, eigenlijk. Het kost me ook niks. Nou, het is echt niet normaal. Dan kopen we ook deze, de cargo bob. Maar ja, die ga ik denk ik niet showcasen, aangezien dat nogal iets is, ja, wat algemeen bekend is wat het is, zeg maar. Maar deze is misschien wel even leuk om te laten zien. Dus dat gaan we misschien wel eventjes doen. Dat zie ik allemaal wel. Dan gaan we nu even kijken. We hebben deze gehad. We hebben deze gehad. En we hebben die Legendary Motorsport gehad. Dan nu deze. Vliegtuigen. Ja. Holy shit. Holy shit. Oké. Er is dus een nieuwe privéjet bij. De Nimbus. Ja, die gaan we zekerste weten even kopen. Huppakee, purchase pending and it's sold, yo. Huppakee, en we gaan deze motherfucker even kopen. De Part of Finance and Felony Volatus helikopter. Maar één ding is echt heel kut aan dit account. En dat is dat hij al alle Pegasus vehicles heeft. Dus het is echt vet onoverzichtelijk welke ik nou dan moet bellen. Heb ik hem nou al gekocht? Ja, hè? Ah, weet je wat, ik koop hem gewoon nog een keer. Oh nee, wacht, you have already purchased it. Alright, nou, dit is dan ook allemaal gedaan. Dan gaan we nu naar de Benny's Motorsports. Bied jij nog iets leuks voor mij aan, jongen? Stok. Ja, breng mij maar naar de stok. Nee, dat had ik al verwacht. Benny's Motorsports is gewoon een update op zichzelf. Dan nu. Oké, dit hebben we gehad. Travel and Transport, done. Maar, er is nog een heel groot ander gedeelte, zoals jullie misschien al weten. En dat is dat je namelijk ook gebouwen kan kopen. En weet ik van allemaal, dit is kleding, dat zoek ik allemaal niet. Nee, dit zoek ik allemaal niet. Money and Services, alright. TheMazeBank.com, main menu. Oh ja, dit heb ik eigenlijk ook helemaal niet nodig. Hier is zo, Dynasty. Is dit het niet? Ja, Offices. Offices. I guess this is it, yo. The Maze Bank West. Maze has been the target for more boycotts, demonstrations and civil rights lawsuits than any other bank in America. Access to that wealth of experience doesn't come cheap. But a good education is an investment worth any price. Hier kan ik dus gewoon mee de Maze Bank kopen. Voor 1 miljoen, dat vind ik nog best wel meevallen. In a radical new step towards diversification of the banking sector, industry giant Lombank is selling office space to result drive and high liquidity kill squads and drug cartels. Be part of the change our financial industry needs. Holy shit, en die kost 3,1 miljoen, dus dat is nog even iets meer. The Maze Bank Tower, the building that defined the LS skyline for a generation. Taller, classier, more opulent, more shamelessly pelic,
Sorry, mijn Engels is niet optimaal. Less structurally sound, you name it. The Maze Bank Tower is best in class. Ja, inderdaad. Ik zit ze nu dus allemaal af te gaan. En het komt er dus op neer dat deze motherfucker hier de duurste is. Hebben we er nog meer trouwens? Het zou wel mooi zijn als er ergens eentje verstoppen hier zo. Maar nee, we hebben er niet meer. Dus dit zijn ze. Dit zijn ze alle vier die je kan kopen. En ik ga denk ik natuurlijk voor de Maze Bank Tower. Want die is het allerduurste. Dus die zal dan ook wel het beste zijn. Zo denken Nederlands nou eenmaal. Dus die gaan we gewoon kopen. En dan gaan we kijken of die anderen ook kunnen kopen. Holy shit, wacht even. We kunnen helemaal allemaal shit aanpassen en zo. Oh, what? Oké, dit is sick. Dit is sick. Ja, dit is sick. Welke kleurtjes gaan we doen, jongens? Holy fuck. Want dit is wel heel modern. Deze gaan we sowieso niet doen. Dit is heel ouderwets. Hou ik niet van. Bleh. Zo zou mijn kantoor er niet uitzien. Als ik een kantoor neem. Deze is ook super vet. Dit is echt heel modern. Ik hou van modern, jongens. Dit is te modern. Ja, we gaan voor deze, jongens. We gaan voor deze. Deze vind ik gewoon echt vet. Oké. Decor. Ja, joh. Hebben we betaald. Personeel. Moet dat een female of een male zijn? Natuurlijk een female. Hallo. Ik wil gewoon lekker een secretaresse. Vrouwelijke secretaresse. Dat hoort gewoon. Organization name. Nou, jullie weten allemaal hoe we die gaan noemen, jongens. Dat wordt natuurlijk Royalistic Army. Zo. Huppakee. Oh, en dan... Ja, oké. Dan mag ik nu ook nog een... Oh, wat? Jongens, GTA heeft zijn best gedaan. Dit is echt sick. Welke vind ik vet? Deze vind ik echt fucking heel erg ziek. Ja, deze vind ik echt heel erg ziek. Oh, die had ik net eigenlijk ook al. Dat was gewoon font 1, of nee? Ja, dat was font 1. Ah, die vind ik gewoon vet. Dus dan nemen we die gewoon. En welke kleur... Ah, het is dat ze geen rood hebben, jongens. Dat is jammer. Nou, dan nemen we hem gewoon in het zwart. Dan gaan we naar de gunlocker. Wat is dit dan? Tired of bringing your knife to every gunfight. Next time, only take what you won't live without. And leave the rest back at the base in this secure locker. Dat is best wel ziek. Die wil ik hebben. Gunlocker, ja hoor. Een safe. Forget, ja, die wil ik ook hebben. Een safe. Ja, joh, kijk eens hoeveel geld erbij komt. I don't give a fuck. Ja, joh, wil ik er ook wel bij hebben. Allemaal accommodation, dat je allemaal kan chillen en zo. En nu gaan we hem nu gewoon kopen, jongens. Ik heb letterlijk alles wat je kan kopen aan dit ding, heb ik nu gewoon. Laten we gewoon kopen hier. Alles staat yes. Royalistic armor, female personeel natuurlijk. En dan gaan we hem kopen. Holy shit, het is gekocht. Holy shit. Oké, we gaan er een waypoint op zetten. Dat hebben we dan alvast gedaan. Thank you. Oh, ik heb gewoon een contact erbij. Een assistent. Een assistant die ik dus heb gekocht net, blijkbaar. Even kijken hoor, wat staat hier allemaal? Recruit your protection... Even kijken. Fuck, het is gone. Nou, oké, het zal wel. Kan ik er nu ook nog één kopen? Laten we dat maar gewoon gelijk eventjes testen dan. Of ik er nu gewoon gelijk nog één kan kopen. Ja hoor! Dat meen je niet. Dat fucking meen je niet. What? Wacht even, we gaan even snel kijken of ik deze nu ook gewoon kan kopen. Dan doen we gewoon exact hetzelfde als die andere, alright? Dus als het nu lukt, dan skip ik wel eventjes, gooi ik een knipper in. Zorg dat ik ze allemaal heb gekocht, want dan gaan we ze natuurlijk allemaal even laten zien. Hallo, dit moet wel de showcase video worden waarin ik echt alles laat zien uiteraard. En dat heb ik afgesproken met jullie. Dus dat gaan we ook gewoon doen. Gunlocker doen we er automatisch, of uiteraard bedoel ik ook in. Een safe doen we er ook in. En accommodation doen we er ook in. Gaan we deze ook even kopen. Ja hoor, hoppakee, kopen die troep. Trade in property. Fuck. Dat kan dus niet. Je kan dus maar één hebben. Dat is nu gelijk duidelijk geworden. Gelijk weer wat geleerd. Je kan dus maar één zo'n property hebben. En want kijk, hij vraagt mij nu van... Yo, is goed dat je het koopt, maar je hebt al een Maze Bank Tower. Wil je die dan verkopen voor 2 miljoen? Dan krijg jij deze. Maar nee, dat is geen goede trade uiteraard. Dus, dan is dat gedaan. Dan gaan we hier even helemaal weg. Alright. Oh, dat is ook gedaan. Dan is dit volgens mij, dit is van die marketing troep, wat me niet boeit. Food and drink, boek, maar ook niet. Media en entertainment, hebben we hier nog iets? Nee, dan kan je naar de film en shit. Ook dingen die mij niet interesseren. Oh, wacht. This is a courtesy call. I'm your new assistant. Pleased to meet you. I'm here at the office. Looks lovely. And I'm ready to get moving.
Sekiro Serve updated your CEO privileges to give you access to the special cargo network. Might be worth a look when you next come in. See you soon, boss. Jongens, fucking kipvel, dit is fucking ziek, deze update, holy shit. Ik ben gewoon gebeld door mijn assistent, die heeft mij eigenlijk gewoon vermeld dat er gewoon allemaal extra dingen zijn in de Sekiro Serve. Dat gaan we natuurlijk eventjes checken, dus let's do it. We gaan naar Sekiro Serve. Er staat nu ook niet meer Sekiro Serve, maar er staat een Sekiro Serve CEO, alright. Daar gaan we naartoe. What? Bribe authorities, cops will ignore any crimes your organization commit and removes any active wanted level. Oh mijn god. Jongens, het komt dus op neer dat ik als CEO kan bepalen voor mijn hele organisatie dat zij geen politie achter zich aan kunnen krijgen. Dat is fucking goed nieuws. CEO van Eagles. Die brickade die ik dus heb gekocht bij de Pegasus. Die kan je dus ook gewoon met je abilities fixen, zeg maar. Alright, retire? Nee, zeker niet. Wij gaan niet retire. Hallo, we zijn veel te jong om nu al te retiren. En dit is natuurlijk gewoon algemeen bekend wat je hier allemaal kan. Met andere woorden, er zijn nieuwe abilities bijgekomen. Je kan ook andere organisaties in de gaten houden. Dat kan je met deze optie. Maar dat weten we allemaal nog niet helemaal hoe dat dus werkt. Maar daar ga ik ook zo snel mogelijk natuurlijk een video over maken. Dat ik ook echt met mijn crew, zeg maar, dit ga spelen. In ieder geval, wat we nu gaan doen. Ik hoop dat jullie er klaar voor zijn. Alle auto's, alle vliegtuigen, alle helikopters, alle boten. Kortom, alles wat ik heb gekocht, ga ik nu showcase. Ik ga nu naar die garage toe. En ik zie jullie zo terug wanneer ik daar ben. Tot zo. Oké, dames en heren, we zijn aangekomen in de motherfucking garage. En moet je nou kijken, alle auto's die wit zijn, zijn dus de nieuwe auto's. En ik vind deze er echt fucking insane uitzien. Volgens mij is dat die ene van 1,7 miljoen. Retarded natuurlijk. Hier een soort van James Bond auto. Alleen dan zonder alle high-tech snufjes en zo. Hier een of andere vette Range Rover lijkt het wel een beetje op. Hier een Bentley. Dit is 100% een Bentley. Ja, 100%. En dit is ook nog een fucking snelle bak. En dit is nog een of ander busje of zo. Ik denk dat je hier wel echt goede dreunen mee uit kan delen. In ieder geval laten we elke auto één voor één eventjes lekker een rondje mee rijden. Of hem gewoon naar de Los Santos Customs brengen en hem gewoon... Ja, als ik elke auto ga tunen, zijn we wel heel lang bezig natuurlijk. We gaan wel gewoon eventjes een rondje rijden met deze en alle motorupgrades erin gooien. Dan gaan we kijken hoe die rijdt. Oh, fuck. Oh, fuck. Jongens, aan de kant. Kijk eens aan. Kijk, hier staat de Dutch Gamer NL. Hij is degene die ervoor heeft gezorgd dat deze video mogelijk is. Want hij heeft mij dit account gedoneerd, zeg maar, of gedoneerd. Hij heeft mij dit account uitgeleend. En we gaan nu eens eventjes kijken hoe deze auto rijdt. Wel echt kut dat het weer regent, jongens. Faking hell. Waarom moet het nou weer regenen? Maar jongens, deze auto. Holy shit. Moet je kijken hoe die eruit ziet. What the flying fuck. Jongens, dit is toch niet normaal. Holy shit. Ah, dit ding dat race, jongen. Dat ding dat race. Nah, niet normaal. Echt niet normaal, jongens. Holy shit. Nou, we gaan even met deze in de Los Santos Customs rijden. Omdat dit de allerduurste is. Waar ben je modshop? Modshop, hupsakee. Misschien dat ik hier trouwens wel een video over ga maken. Over hoe ik deze ga tunen. Ik denk dat ik dat ga doen. Ja, dat ga ik zeker doen. Maar voor nu. Hupsakee. Gaan we eventjes hier rechtsaf. Zo, just like that. En dan gaan we deze bak eventjes in de Los Santos Customs gooien. Om te kijken wat je er allemaal aan kan doen. Of dat het gewoon standaard verhaal is. Gewoon motor upgrades en dat soort troep. Dat het gewoon een beetje standaard is. Dat gaan we nu achterkomen. Alright, there we go. We zitten in de garage. What could the best LS in the city do for you? I don't know, man. I don't know. Ja, we kunnen armor erop gooien. En verder zie ik... Nee, verder zie ik niet echt andere dingen of zo. Dus het komt er gewoon op neer dat dit gewoon een fucking vette bak is. Dat die fucking snel is. En kijk nou even hoe die eruit ziet, jongens. Ah, niet normaal, joh. Niet normaal. Wat ik dan nog eventjes ga doen... Dit is dus de snelste auto, de snelste nieuwe auto van de hele update. En hij is echt fucking bruut. Ik ga hem een keertje tunen in een video van mij. Dus die gaat er zo snel mogelijk aankomen. En verder ga ik nu eventjes terug naar de garage om nog even alle andere auto's te laten zien. Gewoon hoe ze eruit zien. Ik ga ze niet tunen, maar ik ga ze wel laten zien. En in een andere video ga ik dan waarschijnlijk één voor één ze allemaal tunen.
Dat is denk ik hoe ik het aan ga pakken. Dit was volgens mij mijn Wild Oats. Ja, daar moet ik heen. En ja, dat ga ik dus niet in deze video doen. In deze video kan ik denk beter laten zien hoe dat bedrijf eruit ziet en dat soort dingen. Dus omdat het natuurlijk alleen een showcase video is waar ik alles laat zien, ga ik alleen even de auto's laten zien. En verder ook natuurlijk die boot en dat nieuwe die nieuwe helikopters en het nieuwe vliegtuig. Kortom, er staat nog best wel veel op het schema voor deze video. Dus we gaan hier even links de hoek om. Fuck dit. Ja, deze... Oh mijn god. Bouw nou alsjeblieft op, jongens. Ik heb haast. Ja, ik heb helemaal geen haast, maar ik wil er gewoon langs. Alright, hupsakee. Gaan we hier naartoe. Want hier is uiteraard mijn appartement. Of nou ja, hè, Dutch Gamer NL is een appartement, maar leent zijn account aan mij. Blijft zeggen. Dikke shout-out naar jou, jongen. Ik weet dat je mijn video nu kijkt. Alright, daar zijn we weer. Hier hebben we dus nog die Porsche van ja, James Bond, denk ik. Nou, check hem eventjes, jongens. Wat staat er achterop? Wacht, ik kan niet goed lezen. Wat staat er achterop? Bestia! Bestia GTS, dat staat erop. Nou, echt een fucking vette auto. En hier is die Range Rover. Gaan we ook nog even een rondje omheen lopen. Tenminste, ik vind het een beetje op een Range Rover lijken. Ik weet niet. Dit is 100% overduidelijk een Bentley. Vier zits. Dat is vet. Dus dit is gewoon een sportauto die gewoon vier zits is. Dat is altijd leuk. Hier nog een dikke supercar die ik ook wil gaan tunen in een video. Dit is gewoon een Lambo, denk ik. Ja, dit moet wel een Lambo zijn. En dit is nog een of ander avonturierbusje. Nou ja, avonturierbusje. Volgens mij kan deze bus beste beuken uitdelen aan vijanden en zo. En ik denk dat hij daar ook eigenlijk wel voor is bedoeld. In ieder geval, laten we nu naar het bedrijf gaan. Het denk ik hetgene waar jullie weer nu wel het langst op aan het wachten zijn. Het motherfucking bedrijf. En nadat we dat hebben gedaan, gaan we nog de helikopters, de vliegtuigen. Of het vliegtuig, dus maar één nieuw vliegtuig volgens mij. En die boot uitchecken. En dan zit de video er denk ik op. We gaan nu dus naar het bedrijf toe rijden. Die is hier zo. Hallo daar. Dit is natuurlijk de... Oh mijn god, op de map staat ook echt. Wacht, wat wil ik jullie even laten zien. Rechts onderin. Royalistic Army Office. Holy fucking shit. Uiteraard, dat is hem. Dus dan gaan we daarheen. We wachten eventjes op Dutch Gamer NL. Maar die stapt al gelijk in. Dus dan kunnen we gelijk vertrekken. Ja, ik ga dit denk ik gewoon eventjes timelapse. En dan zie ik jullie zo wanneer we zijn. Tot zo. Oké, dames en heren, we zijn aangekomen bij Royalistic Office. Royalistic Army Office uiteraard. Ik dacht dat ik hier wel even de garage in kon, maar dat ken helaas niet. Hoe vet dat nou geweest, dat je daar dan gewoon een garage had waar de hele VIP's auto's neer kon zetten. Nou, we gaan maar gewoon naar binnen. Holy shit, jongens, dit is gewoon het moment. Misschien, ik hoop dat eigenlijk natuurlijk dat dit de eerste video's van de update die jullie kijken. En voor mij is dit ook de eerste keer dat ik dit ga doen. Dus ik ben super benieuwd hoe dit eruit... Welcome to your office, sir. I'm your new executive assistant. I'm here to make life as easy as possible and to help this business run efficiently. The recreational area / breakout space, going through to the executive suite. Oh my god. We're all set up to grow this company with everything a modern executive could want. There's the boardroom. The gun locker's been installed to your specification. The safe's been fitted. It's so discreet, no one will know it's there unless you want them to. Here are your personal quarters, where you can freshen up, take a quick nap, or change for a meeting. Most important of all, though, is your executive terminal. Here's where you'll access the SecuroServe Special Cargo Network to take this operation to another level. I'll tell you all about it when you first log in. So that's it. Take a look around, get settled in. I'm at the front desk or on the end of the phone whenever you need me. Ah, jongens, ik ben echt speechless. Ik weet gewoon niet wat ik moet zeggen. Holy fuck. Holy fuck. Kunnen we hier naar binnen? Nee, ik moet echt gewoon even alles testen, jongens. Holy shit. Ik ben echt even... Ik weet gewoon niet wat ik moet zeggen. Anything you need, boss. Hi,
Hi there. What can I do for you? Oh mijn god. Jongens, ik kan hier allemaal dingen doen. Pegasus Concierge. As soon as you've decided, I'll get the Pegasus rep to prepare the vehicle. Oh mijn god, jongens. Ik kan hier gewoon een vehikel bellen of vragen of weet ik veel wat. En dan komt hij mij hier gewoon ophalen. Dus ik kan nu bijvoorbeeld vragen, Valkyrie alsjeblieft. En dan komen ze hier gewoon naartoe met de fucking Valkyrie. Holy shit, om me op te halen waarschijnlijk. Nou, dit is, ja. Dit is echt idioot. Personal vehicle, ja, je kan je personal vehicle aanvragen. So long. Dit is, How can I help you? Jongens, wat heeft GTA goed zijn best gedaan om hier wat vets aan te maken, zeg. Hier mijn recreation room. Hier allemaal computers waar waarschijnlijk mijn leden aan kunnen werken. Voor de duidelijkheid, zit je dus in Royalistic Army, dan ben je hier officieel ook deel van. Maak je hier officieel ook deel van uit, dan kan je hier dus ook chillen. Dus ben je nou nog geen lid van Royalistic Army, check het linkje nu in de beschrijving. En join mijn crew, want dan kan jij ook gewoon in dit kantoor zitten. En wie weet ben jij dan wel een van mijn werknemers, dat zou toch echt super dik zijn. Alright, we gaan nu naar de vergaderruimte, denk ik dat het is. Ja, zeker, weet dat dit de vergaderruimte is. Met allemaal van die... Ah, jongens, dit is vet gemaakt, man. Je kan hier ook gewoon echt zitten. Dat wil ik. Ik wil ook gewoon echt even die animatie zien. Schuif je dan ook echt de stoel naar achteren? Ja, hoor. En hij gaat zitten. Nou, en dan ga ik natuurlijk aan het hoofd zitten van de tafel. En dan zitten hier al mijn leden, jongens. Ik ga hier zulke vette video's maken, hè. Beloofd. Dit worden zulke vette video's die eraan gaan komen, jongens. Echt waar, niet normaal. Schuif het stoeltje maar weer aan. Keurig. Heel goed gedaan. Hupsakee, gaan we even hier naartoe. To drink some wine. Nou nee, ik hoef geen wijn hoor. Dit is dus de chill plek. Holy shit. En hier jongens. Mijn... Wat kunnen we hier doen? Kunnen we hier überhaupt in? Nee, hier kunnen we niet in. Ik kan wel... Oh, dat Royalistic Army ook echt jongens. Dit is toch echt de shit gewoon. Dit is toch echt niet normaal. Kunnen we hier wat doen? Whisky drinken? Ja, dat hoeft allemaal niet. Oh, hier kunnen we naar binnen. Oh, wat? Kan ik... Oh, via hier kan... Oké. Ik begin nu dit appartement een beetje door te krijgen. Of dit kantoor. Het is gewoon een fucking kantoor. Hier is de wc. Ziet er ook allemaal goed uit. Hier kan ik in bed liggen. Wow, yo. Nou, gaan we hier weer eruit. En dan gaan we nu even achter de computer, jongens. Achter de computer. Wat kan je hier doen? Want zij zegt dus, het belangrijkste is die computer van jou. Want daar kan je dingen doen, jongen. Nou, dat zeg je u tegen. Nou, laat maar zien dan. Join the public session to access Secure Surf Network. Fuck. Dan, ja... Gaan we dat dus een andere keer doen. En dan gaan we echt ownen, jongen. Waarschijnlijk dat ik misschien wel... Ik denk het eigenlijk wel. Ga ik vanavond een livestream hierover doen. Ik denk dat ik dat ga doen. Ja, ik weet het wel zeker eigenlijk. Ja. Vanavond komt hier waarschijnlijk een livestream over. Die ga ik dan zo meteen inplannen. Ik denk dat als deze video online staat... Dat er al een livestream is ingepland voor vanavond. In ieder geval, jongens. Dit is toch echt fucking niet normaal. Even serieus. What do you need? Nou, we gaan dit gelijk maar even testen dan. Ja, weet je wat? Doe mij maar een ja, welke is leuk? Wat gaan we doen? Weet je wat? Haal mij maar eventjes op met een Savage. Ja. Ja, dat wil ik. Oh mijn god, jongens. Ik heb nu dus een Savage gebeld. Die landt gewoon op het dak. Ik ga er automatisch in. En stel dat ik heb zoiets van... Ah, dit was toch niet wat ik wilde. Dan kan ik hem dus blijkbaar hier gewoon weer landen. En dan weer in mijn office gaan. Nou jongens, dit is deze update is de ziekste update die ik ooit heb gezien op GTA. By fucking far. Ja. Ja, by far. Ja. Ja. Dan gaan we nu, jongens, over naar het volgende deel. En dat is die boot bellen. En ik denk dat je die kan bellen via Pegasus. Tenminste... Ik zou niet weten hoe je hem anders moet bellen. Hello, Pegasus. Ja, hier heb ik het dus. Hoe de fuck moet ik nou weten welke ik moet hebben, jongens? Fucking hell. Kijk hoeveel hier staat, jongens. Oh mijn god. Ik weet sowieso niet hoe je een boot moet bellen of zo. Ik weet het echt niet. Dat moet sowieso via Pegasus. Tenminste. Lijkt me wel. Maar we gaan nu even zien. Ja, hier kan het sowieso niet. Nou, we landen even voor Dutch Gamer NL. Dan gaan we even opzoeken hoe dat ding heet. Hoe heet die fucking boot ook weer, jongens? Ik weet het niet. Jong, hier zo. Tuk. Hij heet Tuk. Tuk de boot. Tuk de motherfucking boot. Dan gaan we even hier naartoe. Dan gaan we even naar Pegasus. Dan gaan we ondertussen natuurlijk eventjes opstijgen met het ding.
Want dan kunnen we er gewoon gelijk naartoe vliegen, weet je? Dat is veel sneller. De tuk wil ik hebben. Of buk, tuk, iets in die richting. Tuk, buk, kluk, kluk. Dikkie. Dat. Dat. Tuk, juist. De tuk. Ja, staat hij klaar? Mooi, hij staat klaar. Hij staat klaar voor mij. Dan gaan we er naartoe. En ja, jongens, even serieus. Ik weet gewoon niet wat ik hierover moet zeggen. Laat maar in de reacties weten wat jullie tot nu toe van deze video vinden. En van gewoon de update uiteraard in zijn algemeen. Want het enige wat ik nu eigenlijk aan het doen ben is alles showcasen wat er is. Zodat jullie weten wat je allemaal kan halen. Waarom draait dit ding niet? Het lijkt wel alsof mijn controller niks meer doet, jongens. Nee, ik kan ook niet meer landen. Hallo? Wat is dit? Oh, wat? Jongens, ik kan niks meer. Ik kan alleen nog draaien met mijn sticks. En voor de rest kan ik niks. Brengt hij me er automatisch heen of zo? Wat is dit? Oh mijn god, jongens. Ik zit hier... Hier, kijk, ik draai, maar er gebeurt niks. Oh mijn god. What the fuck is dit? Hij vliegt er nooit automatisch heen. Ik kan ook niet meer van kanonnen switchen of zo. Ik kan niks meer doen. Well, that happened. Ik weet niet wat daar gebeurde, zeg maar. Kan ik nu wel gewoon weer lopen? Ja, dan was dat gewoon echt een glitch, jongens. Wat? Nah, Dutch Gamer NL zal nu ook wel denken van... Roy, what the fuck doe jij nou weer? Ja, ik weet het ook niet, ouwe. In ieder geval, ik ga maar eventjes een nieuwe auto weten te scoren. En dan rijd ik er wel gewoon heen. En dan zie ik je zo weer. Tot zo. Oké, dames en heren, ik ben inmiddels aangekomen bij mijn boot. En ik zit hier in de Meriwether Base. Ze beginnen allemaal op mij te schieten als een fucking gek. Maar dit is dus de boot. Oh, crap. Dat was niet de bedoeling. Kijk, ze schieten nu op me. Fuck dit. Stop met op mij schieten. Nerden. Hier naartoe. Hoe bestuur ik dit ding? Zo, waarschijnlijk. Ja. De radio gaat even uit. Hoe doe je dat ook weer? Zo. Hoppakee, uit het ding. Nou. Daar gaan we dan, I guess. Dit is gewoon de stoomboot van Sinterklaas, jongens. Hij doet het ook als een stoomboot van Sinterklaas. Maar ik vind het dus wel raar dat dit ding hier spant. Terwijl ik eigenlijk hier helemaal niet mag komen. Nou, jongens, dit is dus in ieder geval de boot. Hij gaat dus echt motherfucking sloom. En ik vraag me ook best wel heel erg af wat je hier nou eigenlijk aan hebt. Misschien dat je hem nodig hebt voor een missie of zo. Dat zal waarschijnlijk wel zo zijn. Maar het lijkt erop dat dit ding gewoon echt fucking sloom vaart. En dat je er verder niet heel veel aan hebt. Ja. Dat is denk ik wel een goede conclusie die we eruit kunnen trekken. Dus wat we gaan doen. We gaan het volgende voertuig testen. En dat is natuurlijk de nieuwste helikopter. Dus ik zie je zo terug wanneer ik die heb gebeld. En wanneer ik erin zit. Tot zo. Oké, beste kijkers. Ik ben inmiddels aangekomen bij de nieuwe helikopter. Het is de Volutus of zo. Volutus. In ieder geval, hier staat hij. En ik ben heel erg benieuwd wat dit ding kan. Wat je hiermee kan. Hij was fucking duur. Dat is één ding wat ik zeker weet. En Dutch Gamer NL, oftewel Stan, gaat natuurlijk ook eventjes instappen. Kan je... Oh, je hebt achterin wel weer coole shit. We gaan wel even first person erin zitten. Als dat kan. Ja, dat kan. Oké. Okay. Nou, het lijkt een beetje op die helikopter die je gewoon standaard hebt op je jacht. En daar is niet zo heel veel speciaals aan. En nee, er zit ook geen guns op of iets. Het is gewoon een helikopter. En ja, dan weten jullie dat alvast voordat jullie deze helikopter kopen. Je kan hier praktisch gezien eigenlijk helemaal niks mee. Het is gewoon een helikopter zoals je gewend bent dat een helikopter eruit ziet. En dat die is, zeg maar. Dus ja, dit is het, zeg maar. Dan ga ik nu gewoon het vliegtuig bellen. Die wil ik gewoon even... Oh, kut. Ik land hem heel kut. Oh, shit. Holy fuck. Oké, dat gaat goed. Wat? Hoezo landt dit ding niet goed? Oké, dit ding kan gewoon niet landen of zo. Wat is de grap van dit ding? Wat is dit allemaal? Oké. Nou, nu zal ik dit ding al helemaal niet meer kopen, want je kan hem niet meer landen. Eenmaal opgestegen is het fucked up, zeg maar. What the fuck is dit voor raar ding? In ieder geval, ik ga nu alleen nog het nieuwe vliegtuig bellen. En volgens mij heb ik dan alles laten zien. Dat weet ik wel zeker. Dus,
Ja, ik ga dat ding eventjes bellen. Oh nee. Ik heb nog één Pegasus vehicle. Die bus namelijk. Die hele grote bus. Dus alleen nog die bus en het vliegtuig. En dan is deze showcase video done. Dus ik zie jullie zo terug wanneer ik dat vliegtuig heb gebeld. Tot zo. Oké, beste kijkers. Ik ben aangekomen bij deze motherfucking zieke truck. En dit is dus blijkbaar een truck die je nodig hebt voor missies, denk ik. Holy shit, gast. Oh, wat? Hij hangt er gewoon aan. Nah. What the fuck is dit voor ding? Waarschijnlijk is deze ook gewoon fucking heavy armored. Laten we dat eens eventjes testen. Wacht, even kijken hoor. Sticky bombs. Laten we eens even testen wat er gebeurt als ik dit doe. Kijken of die dan opgeblazen wordt. Dat dacht ik dus al. Oh. Kut. Oké, dat ding gaat dus blijkbaar wel gewoon in één keer kapot. Maar het is blijkbaar een hele zieke truck die je waarschijnlijk nodig hebt voor missies en dat soort dingen. Maar gaat wel met één sticky bomb kapot. Dat is wel weer even minder dan. Maar hij ziet er wel in ieder geval wel super bruut uit. We pakken weer onze auto en gaan we nu onderweg naar het allerlaatste apparaat voor deze showcase video. En dat is namelijk die jet, dat vliegtuig. En dan zit showcase video erop. En dan ga ik vanavond dus een livestream doen. Dus mocht je nou zoiets hebben van holy shit, ik wil vanavond ook alles in werking zien hoe alles gaat, check vanavond dan mijn livestream. En ik neem hem natuurlijk vandaag ook op dinsdag op. Dus dinsdagavond waarschijnlijk om 7 uur een livestream op mijn kanaal over deze nieuwe update. Dus zeker eventjes kijken. In ieder geval, ik ga nu naar de jet. Ik zie jullie zo. Oké, beste kijkers, welkom bij het allerlaatste voertuig voor deze showcase video. En dat is deze jet. Holy fuck, hij ziet er best wel ziek uit. Het is een NL. Hey, wat? Is het nou echt gewoon een Nederlands vliegtuig? Er stond daarop, hier. NL S20-1R. Nee, dat is waarschijnlijk wel het serienummer van dit ding. Maar alsnog, holy shit, deze ziet er wel echt heel erg ziek uit. We gaan er zeker eventjes mee opstijgen en dan gaan we gewoon in de lucht waarschijnlijk deze video afsluiten. Meeuw. Hoppakee, we gaan de lucht in. Ja, gewoon een vliegtuig, hè. Maar hij ziet er wel echt heel erg ziek uit. Normaal iets wat je niet zou kopen. Dus dan is het misschien wel leuk om dat even in zo'n showcase video dan voorbij te zien komen. In ieder geval, ik denk dat de video erop zit. Ik denk dat ik echt alles heb laten zien. En wil je nou weten hoe dit allemaal in zijn werk gaat? Dus hoe je nou met zo'n bedrijf te werk moet gaan. Hoe je nou tegen andere crews kan strijden, zeg maar. Dan moet je dat vanavond maar zien in mijn livestream. Verder ga ik natuurlijk ook nog auto's pimpen in video's. Eigenlijk een beetje zoals ik ook met de Sultan RS en met de T20 heb gedaan. Zo ga ik het ook doen in andere video's, maar met de nieuwste auto's. En dan wil ik je allemaal voor nu heel erg bedanken voor het kijken naar deze video, naar deze showcase video. Vond je hem nou tof? Doe alsjeblieft eventjes een blauw duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. Deel deze video eventjes met je vrienden en familie, kennissen, whatever. Op Twitter en waar je het ook deelt. Zou ik in ieder geval super tof vinden. Volg me op Twitter en op Instagram. En laten we allemaal even een blauw duimpje omhoog doen. Misschien halen we wel die 200 likes. Zou heel erg sick zijn. En dan check jullie weer bij de volgende video. Laters!